Laura De Neve, Anderlecht is terug van Spanje, waar dat jullie een voorbereidingstoernooi speelden. Hoe liep het daar allemaal? Het liep daar goed. Ik denk, het was een heel mooi toernooi. We hebben drie goede en leerrijke matchen gehad. Moeilijke tegenstanders? Ja, zeker. Dat zijn drie topploegen in het vrouwenvoetbal in Europa. Dus het was zeker de moeite om er eens tegen te spelen. En ik denk dat we hier veel lessen kunnen uittrekken en die we gaan meenemen naar de toekomst. Ja, het was gisteren ook heel warm, dacht ik. Hè? Ja, ik denk op het veld zo'n 4-35 graden. Dus het was niet altijd even evident. Maar het belangrijkste is dat we zonder blessures uit Spanje zijn teruggekomen. Ja. Vandaag speelden jullie hier tegen Arras, tweede klasse in Frankrijk, met Pauline Cramer, ex-ploeggenote. Hoe is dat om die terug te zien? Ja, heel goed. Ik denk, we hebben als Anderlecht zijn heel goede herinneringen aan Pauline. En ze was altijd meerwaarde voor ons. En het is leuk om haar terug op het veld te zien. En ik hoop dan ook dat ze een heel mooi seizoen tegemoet gaat bij Arras. Ja. En voor jullie, voor Anderlecht, jullie waren vorig jaar verliezende bekerfinalist, tweede in het kampioenschap. Wat willen jullie dit seizoen proberen? Ja, proberen beter doen dan vorig jaar natuurlijk. Ik denk dat we hebben ook een team ervoor, we moeten een ambitie hebben. Maar we moeten het ook nog altijd waarmaken. Dus we gaan dat match per match bekijken. En dan op het einde zullen de prijzen uitgedeeld worden aan degenen die het verdiend hebben. Ja, er zijn veel nieuwe mensen bij ook, hè? Ja, er zijn veel nieuwe mensen. Maar ik denk dat die zich wel goed aangepast hebben. Mm. En dat we nu gewoon proberen goed te werken naar een team. En dat team dat moet er staan elke week. Ja. En vanaf de eerste speeldag is tegen Genk, Ladies Genk. Moeilijke tegenstander met Davinia van Mechelen? Ja, zeker moeilijke tegenstander. Niet alleen Davinia van Mechelen, er zijn nog goede speelsters bij Racing Genk. Dus we moeten gewoon het proberen beter aan te pakken dan vorig seizoen. En nu wel de drie punten thuis te houden. Oké, ik dank je. Veel succes. Merci.